Het is 3FM Serious Request 2018 en de Lifeline editie is een bijzondere editie, want iedereen loopt door het land. Maar het hoofdkwartier is in Utrecht bij Tivoli Vredenburg. Dat is een enorm poppodium dat precies naast een heel chic winkelcentrum ligt. Dus ik ga de mensen eventjes wat geld aftroggelen. Voor het Rode Kruis halen we geld op. Ja. En ik heb hier een collectebussie. Schaf de pot. Hoe heet zoiets? Een frappuccino. Toch maar pinnen dan, hè? Ja. Op 2 euro. Dit is wel next level, hè? Dames! Ja! 50 cent mag ook, hè? Dit ziet uit als een dure winkel. Ja. Dus het is vast wel wat geld te halen. Ja, maar ik mag het niet uit de kassa halen. Nee, dat lijkt me ook. Maar, hey, u staat hier niet voor niks natuurlijk. Nee. Frank van der Lende, woehoe! Dank jullie wel. Nog even lachen naar de camera. Daar. Hier aan de zijkant. Ja. Stop! Kijk, 50 cent. Ja, maar je komt niet aan mijn pincode of zo. Ja, natuurlijk niet. Leg hem erop. Dat is je OV-chipkaart. En wat komt er te staan? Ja, ik weet, ik ben geen begon. Meneer Perlin, wat fijn zeg. Het zijn maar 50 centen, maar autorisatie is helaas niet mogelijk, zegt hij. Yes! Hij heeft nog wel geld. Ik wil prima doneren, maar ik hoef niet per se een heel uitgebreid gesprek met je te voeren. Hoezo niet? Dat ik dit echt heel ongemakkelijk vind. Hou je niet van camera's? Ja. Oké, geef geld. Dankjewel. Ja, maar ik wil niet op tv, mag dat ook? Ja, draait de camera even weg. Zo. Wil je liever ook niet op de camera, maar wel doneren voor 3FM Serious Request? Doe dat dan via 3FM.nl.